Frank de Ruiter, wat een fantastische keeperschool heb je. Ja, ik hoop dat jullie hebben een stukje meegekregen natuurlijk. Ja, het was fantastisch. Denk ik, de eerste sessie hebben we net gehad met 12 E- en D-pupillen. Ja, volgens mij was het één succes. Zit er toekomstig talent tussen? Ja, allemaal fantastisch. Maar iedereen heeft zijn eigen talent. En als die kinderen ziet met plezier lachen, ouders met goede recensies. Ja, dat is toch alleen maar leuk als je voor kinderen zulke dingen kan doen. Precies. Je zegt het zelf al, de eerste ploeg is al geweest. Hoeveel ploegen komen er vandaag? We hebben er nog 3 te gaan. Dus we hebben om 11:15 start de volgende sessie. En de laatste is om 14:45 vanmiddag tot 3:30. Tot 3:30? Nou, dan sta je de hele dag buiten. Is het niet hartstikke koud? Het is wat, nou ja, maar als je de hele tijd bezig bent met die kinderen, enthousiast, dan vergeet je gauw de kou. En het is goed te doen. Het is mooi weer, het is droog. Dus fantastisch. Precies. Het lijkt alsof het fantastisch op deze dag gepland is. Het is van de dagen die er zijn geweest echt een van de weinige droge. Ja, ik zat gisteren thuis dat ik naar buiten keek gisteravond. Dat ik dacht van, dat zou toch heel jammer zijn als het echt letterlijk in het water zou vallen. Maar ja, het is een fantastisch zonnetje. Graad of 7, denk ik. 8. En fantastische, enthousiaste kinderen. Dus ja, geweldig. Deze clinic, moest daarvoor worden betaald? Of was iedereen welkom? Ja, het was, de kosten waren €10 voor een uur en een kwartier. Nou, dan krijgen de kinderen een mooi certificaat bij. Ja, en gewoon, ik hoop dat ze wat geleerd hebben. Ja, en de volgende sessie staat ook al gepland bij Excelsior 20, bij de buren. En die is in de meivakantie. Ja, en inschrijven kan via de website, via www.frankderuiter.nl of keeperschoolfrankderuiter.nl. Ja, kunnen zich inschrijven, krijgen ze een bevestiging. Ja, en dan 4 mei hopen we weer een fantastische dag te hebben. En met weer heel veel kinderen.